Hallo allemaal, welkom bij deze. Iemand heeft me blijkbaar een idee gegeven. Oké, iemand wil dus dat ik hier een kelder maak en hier een automatische bam of zo? Oké, natuurlijk niet. Ik ben daar geweest. Dat is ook wel een beetje logisch. Welkom allemaal, by the way. Hetgeen is. Ik heb een leuk idee voor. IC. Dat. Wat ik dus eigenlijk nog meer wil doen, deze aflevering is aan het huiswerken. Wat dus mijn idee is, is voor een kelder te maken hier. En ik ga die. 4, maak 5 blokjes diep. Wat is mijn idee? Dat is eigenlijk vrij simpel. Dit wordt. Ja, ik weet het wel. Zo. Wat is mijn idee over dat hier langs deze kant, die en die allemaal ladders naar beneden gaan. Daar komt een glazen vloer en een magma eronder. Omdat dat mij wel dope leek. Als bekleding. Oké, wat ik nu nog extra nodig heb is hout. Dus ik plant deze al even. Ik heb al wat, maar still, need more. En dan daar zo. We gaan het eerst wel uitgraven. Zo, dus eigenlijk, dit moet ook nog allemaal weggehaald worden, maar dit was dus even een centerpiece. Dit was een vrij grote kelder. Wat ik dan dacht was van, zo, hier een pilaar. Hier een pilaar. En dan eventually die twee ook nog opvullen. Ja. Ik heb ook alleen maar hierover nagedacht, de rest weet ik niet. Die kan ook voor vandaag gaan gebruiken. Storage, sneller, koekers, al die zaken. Nu gaan we even zorgen voor meer hout. Oké, ik ben nu aan het denken. Ik heb misschien al een leuk idee hiervoor. Ja, eigenlijk die ga ik toch niet zien. Ik ben aan het denken, ik wil iets maken dat dit wel. Nou, I don't know. Ik moet een stonecutter hebben. Ik denk dat het een enkel was omdat ik altijd problemen heb met Goldark van. Ja, dat is misschien wel de volgende aflevering. Ik ga waarschijnlijk een soort automatische fuel farm maken voor mijn furnaces die hier beneden komen in de kelder. Want dat normaal gezien een automatische koeker. Dan steek ik hier gewoon in een chest alles en dan wordt automatisch gekookt beneden. Dat is uiteindelijk het doel, automatisatie. Wat ik dan Satisfactory doen, maar op een ander niveau. Wat ik denken was voor hier, is dit. Oh, nou ziet dit er een beetje nice uit, I guess. Nu misschien om het wat af te maken met die. Met die hout, look dat het hout doorgetrokken wordt. Geef wel als ik daar magma onderin wil, moet ik wel naar de naar gaan. En daar heb ik nu niet. Maar, niet per se niet klaar voor, maar daar heb ik nog niet alle spullen voor. I guess. Hoewel, jawel, we kunnen volgende aflevering gewoon naar gaan. Nu wil ik eigenlijk nog een beetje moeten minen hier. Stefan, zeg hallo tegen de mensen. Hallo mensen.
Okay. Voilà, nee, ik voel me inspireerd. Volgende keer zal een GTA-video zijn. Ahem, ahem. Oké, okay, dus wat basically nu mijn plan is hier een leuk muurtje maken. Ik denk dat ik juist genoeg stone stairs ga hebben, ja. Zoals jullie nu kunnen zien, heb ik al wel wat uitgemined. Wat hier dus basically allemaal uitkomen zijn farms, storage, autocookers. En een van de belangrijkste zaken die ik hier sowieso wil hebben, is mijn enchanting room. Want dat is waarschijnlijk voor een van de komende afleveringen. En mijn nether portal, dat wil ik. Wil ik dat nu doen? Ja, eigenlijk. Ja. En ik zit weer vanaf door een pickaxe, dus ja, dat is weer rip. Maar, nu dus even wil bekijken is. Ah, wacht. Dan moet ik nu 3 diamonds maken uit mijn chest. Dan ga ik even naar het kortstbijzijnde. Nog hoeveel obsidian heb ik? 4 obsidian. Ga ik naar de kortstbijzijnde. Naar de portal, dan pak ik gewoon op shit mee naar hier. Oké, okay, dan nu doet. Ik vergeet hoe fucking lang het duurt om fucking obsidian te hakken zonder fucking diamond enchanted. Pickaxe. Ik wist niet dat er een roadblock was. Ik zei, is dat mij nu? Wat voor kalf ben ik ook? Ik ken letterlijk 3 locaties met zo'n portal. En wat kom ik speciaal naar hier voor fucking dingen te halen voor een magma is dat ik kan gebruiken? Ik ben echt een kalf soms. In de tussentijd dat ik heb nu even al wat zand in de oven gestoken. Dan heb ik ook nog even wat bamboe. Ja, dat is al gedaan. En dan gaan we eigenlijk gewoon al dat bamboe verspreiden. Dat we echt immens veel bamboe hebben. Want ik wil echt meer en meer bamboe zien vast te krijgen dat we echt unlimited fuel hebben. Oeh. Gaat jij maar weg, klote villager. Maar zoals ik net al zei, wil ik dan moeten deze blokken ook een eenbaan de juiste zijn. Deze ook die blokken worden. Oké. Dan hebben we vastgezet. Ik ga niet op die magma blokken gaan staan, want dat betekent damage voor mij en voor mijn armor. Heel wat stokjes nodig voor al mijn ladders, dus I guess dat ik dat dan ook maar even maak. Hier weer ladders, niet dat genoeg het zijn, we kunnen altijd kijken.
Oh, dat is bijzonder. Geweldig. Ja, je moet dit zo zien nu, want ik kan nog altijd langs de buitenkant eronder zetten, maar ik wil dat nu gewoon dat het al af is, dat dat wel mooier is, want ja. Iedereen weet toch hoe onbetaald kan zijn als soms iets niet af of niet mooi is. Die mag daar, zo. Wacht, nee, die moet. Oké, dus wat ik nu wil doen is dit. Zo. Maar dat is wel echt tering dat ik er altijd fijn. Scontje. Zo, ik denk dus persoonlijk dat dit er veel beter uitziet. ja, honestly. Dit is wel dik hoor. Ik zie nu, ja. Zo, just as I intended. Zo. Dus nu. I mean, yeah boy. Ik heb ook even mijn shaders terug geïnstalleerd. Nu moet ik even. Wat was mijn dingenknop hier? Yeah boy. Voor de mensen die willen weten welke shaders ik gebruik, dat is Continuum, I don't know. Alleszins, nice shaders, en mijn PC vindt het ook nice om ze te runnen. I mean, look at the water, it is beautiful. Yes. Het schijnt dat ik dit wel bekak vind, dus. Even een andere shares. Die internals of Optifine. Zo, ziet dit wel ook hebben. Dit vind ik eigenlijk wel dik. Maar misschien met een andere resource pack. Programs are out. Ja, dit vind ik wel dope. Hetgeen is dat ik dan die texture zo kut vind. Nou ja, weet je wat, we behouden het hier voorlopig. Vooral ben ik het moe, dan wisselen we terug naar de oude. Zo, wat ik nu dus mee verder wou, was. Eens kijken is een andere. Resource pack die wat beter. De dikkere nest. Wat ik nu niet over uit ben, is wat de vloer hiervan wordt. Een beetje mee experimenteren, maar ja. Nu dus even voor kijken is een ruimte voor. Een nether portal. Dus ja. We gaan even deze ruimte wat groter uitminen. Ik wil denk ik misschien een kwartblok. Dat dat misschien interessant is hiervoor. Man, I don't know. Moet wel eens zien wat het beste zou kunnen zijn. Zo. Kwarts lijkt me wel leuk. Iets anders. Ik heb misschien een idee. Een combinatie van concrete en kwarts zou wel nice kunnen zijn. Oh ja, aangezien de obsidian toch zo'n soort paarse kleur heeft, daar misschien amethyst blokken te gebruiken in de hoeken. Nu, die komt sowieso nog hoger, maar voorlopig zit die daar dan. Zo. En dan denk ik dat we klaar zijn om verder te gaan. Oké, dus ik ben benieuwd. Laten we hopen voor iets goeds. Dadelijk hier kunnen we heel veel withers maken. Oh, fuck you. Dat interesseert me dus niet. Het eerste wat ik al ga doen is teruggaan. En ik ga terug met heel specifieke redenen. Ghasts kunnen geen cobblestone kapot schieten. Er zijn nog wel stones die kapot kunnen schieten, maar onder andere cobblestone.
Dat dus. Wat? What the fuck? En dit nu weer voor bullshit, moet je ook nog gaan linken of wat? Oh, gezellig, maar heb ik wel infrared. Oké, dus nu moet ik zo nog eens gaan linken. Ik guess dat ik dat dan beter nu ga doen. Dus, linking tutorial. Wat jullie dus moeten doen is basically de coördinaten bepalen van uw. Portal. Waarom is het kapot? Wacht eens even. Wat ik dus eigenlijk wou zeggen er straks was dat wij hier een soort muurtje rondom moeten bouwen. Om ervoor te zorgen dat zij niet om ons kunnen schieten op elk een huisje. Nu moet ik er nog even een in- en uitgang maken. I guess hier. Ja, goed genoeg. Nu wil ik deze vloer ook van. Van cobblestone maken zodat we wat sneller kunnen lopen. En dan kunnen er ook niks langs beneden kapot gaan. Die geluiden, wat het SoulSand maakt, staat mij niet aan. Nee, helemaal niet. Nu kunnen er ook geen monsters buiten mijn dingen komen. En het is ook een tank was om wat sneller te bewegen, is nu toch bezig zijn. Hier een trap bouwen van kobbel naar beneden. Dat is pretty unfortunate. Wel, rip. Ja, blokjes te veel in plaats. Ja, ik ga die gewoon ook allemaal wegnemen. Zo, ik heb wel genoeg normaal gezien. Ik heb geen schild bij, dus ik ben niet slim bezig. Nee. Dus nu een plan met een schild halen. Ah, nu werkt het wel. Ik denk dat op de een of andere manier mijn dingen aan de andere kant botten door de. Dat is een blaas. Ik denk dat van een ghast dadelijk toen ik binnenkwam. En dat dit daardoor mijn dingen beschadigd was. Dus it's plausible. Nu de denken ben is van safety precautions te nemen en hier een crafting table en dit te zetten met een flint en steel in voor mocht het doodsver komen en cobblestone. Dat zit hem nog nodig en we hebben mijn shield wat breder gebouwd. Oké, dus wat wil ik nu doen? Ik weet het totaal niet. Deze blokken ook wel meenemen. Zie ik hier niet uit onder, want dan ben ik heel hard genaaid. Dat is kwarts. Maar die ga ik dus even niet pakken, want die zit een beetje te kort bij de lava om mijn goesting. Ja, we zitten weer in een ideale baan. Ja, we gaan gewoon op zoek naar een fortress. Why not?
Hey, look at what I found! We zijn basically van daaruit een heel deel meter naar hier gelopen. En dat heeft zo te zien geholpen. Ik zie daar een jockey. En een wither skeleton. Gezellig. Hey, kwarts. Nice, we hebben quartz. Dus nu een denken ben is hier naar beneden graven om een trap te maken naar hier, weg met dat zo. Oké, dat gaat open. Zo. Nu wil ik dat doen. Zo, dan staan we opgeruimd. Wat we wil doen is daarvan afraken. Oh. Weg erbij. Nou, daar ga ik maar ook wel blijven. Zo. Oh my. Kost banaat. Oh fuck. Fuck off, fuck off, fuck off. We hebben geen goestingen. Serieus, die al. Dammit. I mean, give me a break of something. Weet je wel, we zullen al een volgende video nether exploren. Of een volgende video prep voor een nether doen. Voorlopig ga ik er naar huis. Ik heb nu toch een fortress gevonden, dat staat het mooiste. Oh. Dat was weer een avontuur op zich. Ja, dat kan ook wel kwaad nu. Dit dumpen we allemaal hier. Huh? Maar, oh. Wel, er is nog één ding wat ik wil doen vooral ik deze video afsluit. Dat is mijn enchantment table maken. Dan zijn we al wat verder vooruit voor de volgende video, want de volgende video hebben we wel een leuk idee. Papier. En daar hebben we dan nodig voor een boek. En dan heb ik nog 2 diamonds extra nodig. Die dat kan er weg. En die dan weer hier van een hoop hebben een enchantment table. En dan voorlopig kwak ik die hier even. Ja, die shit dus. Wat dan voor de volgende video is, is de enchantment room maken en al mijn wapens enchanten. En dan wil ik ook wel voor diamond armor en diamond, full diamond, bull gaan. Alles diamond. En dan ook, ja. En bow en arrow. Wat is een string? Ze is een string. Ik wil een string en moet ik een spin kennen. Ik ga eerst de video af en dan ga ik nog wat voor een bow zorgen. En maybe arrows. Dus ja, dat is voor. Dat zullen jullie wel in de volgende video zien. Ik ga er gewoon voor zorgen nu rap. Dus yep, tot de volgende keer. Ciao.